gebruik ik hem niet met de hartslagmeter op. Is echt zo, meiden. Je kunt niet per plaats je vet verbranden. Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie misschien in de vorige video hebben gezien, is dat ik deze week mijn eerste Q&A ga opnemen. Dat betekent dat ik allerlei vraagjes bij elkaar heb gezocht die mij zijn gesteld de afgelopen tijd. Via de mail, via berichtjes, via reacties. En die ga ik nu even met jullie doornemen en antwoord op geven. Dus ja, let's begin. Drink je elke ochtend een shake en wil je een paar voorbeelden sturen? Ik heb al in mijn video heel erg veel shakes voorbij laten komen. Ik heb ook op mijn blog een aantal receptjes staan van shakes. Ik ben inderdaad elke ochtend van een shake. Op dit moment is mijn blender kapot en dat vind ik echt vreselijk. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb bij Body & Fit heb ik een soort havermout, hele fijne havermout besteld. Die gooi ik dan in mijn eiwitshake en dan heb ik dus havermout in mijn eiwitshake zonder dat ik het in een blender hoef te doen. Dan kan je hem gewoon echt zo schudden en dan heb je toch nog havermout in je shake. Dus dat heb ik nu even tijdelijk gedaan totdat ik een nieuwe blender heb. En als je die ook wilt, die havermout, ik zal even een link hieronder in de video zetten waar je die kunt bestellen. Wat ik verder doe is, ja, als ik dus wel mijn blender heb, dan doe ik altijd havermout in. Ik kies meestal voor sojamelk light en iets van fruit. Mijn voorkeur gaat echt vooral naar blauwe bessen. Daar zitten heel veel goede vitamines en antioxidanten in. En havermout natuurlijk ook altijd vanwege de langzame koolhydraten. Omdat je daardoor dus meer energie gedurende de dag hebt. En een voldaan gevoel. Dus daarom. En of ik daar een voorbeeld van kan sturen. Nou, ik zal je anders even een link hieronder in de video ook zetten. Naar een leuk receptje van een andere video. Dus dan kun je die daar terugvinden. Om spieren te krijgen moet je om de 3 uur eiwitten eten, toch? En wat zou ik dan het beste kunnen eten? Als je echt spieropbouw wilt, dat je echt vollere spieren, dus hypertrofie wilt hebben, moet je inderdaad om de 3 uur eiwitten binnenkrijgen. Anders krijg je die spiergroei niet. Dat kun je doen door iets met eiwitten te eten. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, als dat even moeilijk gaat, een eiwitshake nemen. En wat je dan precies moet eten is, nou ja, ik zou zeggen, kijk op de etiketten. Er staat altijd op hoeveel eiwitten er in de voeding zit. En probeer dan te kiezen voor iets waar zo min mogelijk suiker in zit. Hoe heb je de spieren gekregen? En wat deed je dagelijks na je 3 maanden van je zwangerschap? Want eerst was je plat en nu ook gespierder. Ik ben inderdaad eerst veel gaan afvallen. En na het afvallen ben ik pas mijn spieren gaan opbouwen. Ja, dat is eigenlijk vrij logisch, want ik was natuurlijk 30 kilo aangekomen en ik had heel erg veel vocht in mijn lichaam. Dus eigenlijk na mijn zwangerschap ben ik elke dag stukjes gaan lopen met de kinderwagen. Maar ook elke ochtend als ik wakker werd, dan was ik echt helemaal in het zweet. Aan het baden zowat, mijn hele lakens waren nat, dus echt het vocht kwam gewoon echt eruit door de verandering van mijn hormonen. Dus dat heeft daar ook heel erg veel mee te maken gehad. En spieren opbouwen in de eerste fase na mijn zwangerschap, de eerste 3 maanden, was eigenlijk nog niet echt mogelijk. Omdat ik borstvoeding gaf, kon ik niet heel erg zwaar trainen. Dus ik heb eigenlijk alleen cardio gedaan en gewoon lopen. Het is niet zo goed voor je om tijdens de borstvoeding al volledig krachttraining te gaan doen. Dus dat heb ik pas na een half jaar ben ik daar pas mee begonnen. En dat heb ik toen pas uitgebouwd naar spieropbouw. Bodybuilding 12-weken plan. Ja, daar heb ik het inderdaad over gehad in mijn afslankvideo. Dat ik die heb gevolgd. En dat heb ik ook in mijn boek besproken. Waarschijnlijk is daarom deze vraag gekomen. Heb ik gedaan via bodybuilding.com. Daar kun je verschillende programma's volgen. Maar ik heb daarna eigenlijk ook ervoor gekozen om mijn eigen boek te maken. Omdat het allemaal in het Engels is. En ook qua voeding is het soms een beetje moeilijk. Omdat wij niet alles in Nederland hebben wat hun daar weer hebben. Of in ieder geval dan wist ik niet zo goed de namen ervan. Dus dat vond ik wel moeilijk. Maar het heeft veel voor mij gedaan. Ook qua trainingsschema's heb ik veel ervan opgevolgd. En ik heb daar wel echt
een gespierde, vooral gespierde buik van gekregen. Hoeveel tijd moet er zitten tussen eten en sporten? Dat is wel een goede vraag. Het is wel belangrijk dat je niet met een al te volle maag gaat trainen. En zeker niet als je echt een flinke training gaat doen. Dus ik raad altijd aan om 2 uur van tevoren niks meer te eten. En het is altijd beter eigenlijk, vind ik, om na je training pas echt te gaan eten. Want dan vraagt je lichaam gewoon echt erom. Dat zul je ook wel merken. Dan krijg je heel erg veel trek van het trainen. En het is hartstikke lekker om dan gewoon lekker te eten. En je spieren ook de nodige voeding te geven die het nodig heeft. Dus dat is wel het beste, vind ik. In mijn opleiding werd er zelfs gezegd dat het in de ochtend, als je in de ochtend vroeg traint, dat je je energie haalt uit je eten van de avond daarvoor. Dus dan is het niet eens zo heel erg belangrijk om te ontbijten. Kun je in plaats van shake kwark nemen of iets anders? Jazeker, in kwark, magere kwark, zit heel erg veel eiwitten, dus dat is een hele goede vervanging. Wat kun je het beste voor en na het sporten eten? Nou, voor het sporten is het handig om, als je bijvoorbeeld 's middags of 's avonds gaat sporten, om in ieder geval gewoon je dagelijkse voeding binnen te hebben. En 's ochtends is het heel belangrijk om iets van havermout te eten, zodat je daar meer energie uithaalt en ook meer energie hebt dus om te gaan sporten. En na het sporten, ja, natuurlijk gewoon de gezonde dingen die in je voedingsschema staan. Dat is het beste. Ik heb dan ook nog een vraag over mijn sporthorloge. Ik heb daar namelijk al heel veel vragen over gehad. Dus dat vind ik wel interessant om even te laten zien. Ik heb zelf de... Is het nou Apple Watch of iWatch? Apple Watch. En ja, dat is gewoon super handig als horloge. Maar als ik hem echt gebruik voor sporten, dan gebruik ik hem niet met de hartslagmeter op mijn pols. Ik vind namelijk dat als ik mijn hartslag opmeet tijdens een training, dan moet het echt een goede, accurate manier zijn. Dus dan wil ik echt zeker weten dat het goed is. Dus dan gebruik ik de Polar H7 volgens mij. Dat is echt een hartslagmeter die om je lichaam vastgemaakt moet worden onder je borst. En die kun je met een app op je Apple Watch of op je telefoon, kan ook gewoon, connecten. En dan kun je dus op je telefoon of op je horloge zien wat je hartslag is. En dan kun je via de Polar app kun je hem starten. En dan heb je later je hele training die je kunt uitlezen. Hoe je verbranding was in verband met je hartslag enzovoorts. Echt van alles kun je terugzien. Dus dat is heel handig. En het is ook heel fijn om gewoon echt elke training dat te gaan doen als motivatie voor jezelf. Ik heb het zelf een hele periode gedaan. En dan had ik altijd een afspraak met mezelf dat ik bijvoorbeeld niet stopte voordat ik zoveel calorieën had verbrand of dit resultaat had. En ja, dat motiveert dan vaak om dat laatste stukje toch nog even door te zetten op het einde van je training. Zeker als je zelfstandig fitness doet, dan is dat heel erg handig. Je kan op deze Apple Watch kan je ook je workout starten via de app van Apple zelf. Dat is je soort activiteiten app. Die houdt dan ook de hele dag bij wat je doet. Het nadeel van deze vind ik zelf dat je hem dus wel elke avond in de oplader moet zetten. En daardoor vergeet je hem vaak ook wel weer om te doen. Dus je bent er echt eigenlijk dagelijks mee bezig. Je moet echt elke dag denken, oké, ik leg hem in de oplader en 's ochtends pak ik hem weer. En ja, als je dan een keer een training of een dag hem niet om hebt, dan houdt hij die dag dus ook niet bij wat je doet. En dan is dat een soort van gat in je overzicht en dat vind ik dan niet leuk. Dus dan is het weer extra frustrerend als ik hem bijvoorbeeld ben vergeten op te laden of zo. Dus het geeft je ook wel weer een beetje extra taakjes met zich mee. Ik had eerst, voordat ik deze had, had ik de Polar Loop. Dat is een soort armbandje. Daar heb je ook ja, iets minder last van, omdat het gewoon wat strakker om je arm zit. Je kunt hem op maat maken. En die kun je ook connecten met je hartslagmeter. Dan kun je dus ook je hartslag erop zien. Maar die houdt ook de hele dag door je energie bij, door je stappen en dat soort dingen. En dan kun je dus ook via een app of via een website op internet weer je hele beweging en alles terugvinden. Het leuke daarvan was,
vond ik, je kon hem ook onder het water erom houden. Je kon hem ook tijdens je slaap omhouden. Je hoeft hem niet zo heel vaak op te laden. En daardoor had ik dus ook een heel mooi overzicht van hoe laat ik sliep en dat soort dingen. Maar mijn vriend irriteerde zich heel erg aan het lichtje wat de hele tijd scheen als ik bewoog. Dus hij moest een keer in de bioscoop, moest ik hem een keer afdoen van hem. En toen ben ik hem daarna vergeten. En toen heb ik dus daarna deze gekocht, omdat ik deze ook heel graag wilde. Omdat ik vind het ook wel heel erg leuk dat als ik bijvoorbeeld een berichtje krijg of zo, dat ik niet meer mijn telefoon hoef te pakken, maar dat ik zo doe en dat ik dan zo het berichtje zie. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En is wel gewoon heel handig. Ook qua horloge ziet het net even wat duidelijker allemaal dan op de Polar. Ook over, kan ik een sixpack krijgen? Ik moet echt eerlijk zeggen, ik heb gewoon echt wel mazzel met mijn buik. Voordat ik dans eigenlijk mijn hele leven al. Ik heb een hoge verbranding. En ik heb eigenlijk altijd wel een beetje een platte buik gehad. En iedereen krijgt gewoon zijn reservevetjes, zijn vetjes op andere plekken. Bij mij zit dat op mijn heupen, daar komt het. Weet je wel, van die teugels. Die krijg ik gewoon en daar ben ik eigenlijk best wel blij mee, want het zit dus niet op mijn buik. En heel vaak dan kom ik een beetje aan, maar dan is toch mijn buik nog wel redelijk strak. Maar hoe zit dat nou met je buik? Want ik zie zo vaak vrouwen allemaal buikoefeningen doen en buikspieren trainen en gekkigheid. Terwijl zelf doe ik dat eigenlijk bijna nooit. Nou, het is echt zo, meiden. Je kunt niet per plaats je vet verbranden. Je vet, als je gewoon af gaat vallen, dan gaat het gewoon op de plekken waar het eigenlijk als laatst weer erop is gekomen. Zo moet je het zien. Dus ja, het is nou eenmaal bij de ene persoon op die plek en bij de andere persoon op die plek. En dus het is gewoon een kwestie van zorgen dat je iets doet waarbij je meer verbrandt dan dat je eet. Dan ga je dus afslanken of afvallen, ligt eraan hoeveel je erbij sport. Zul je dat dus gaan zien op een gegeven moment ook op je buik. Er zit gewoon heel vaak nog een laagje vet overheen. En dat is niet bij iedereen makkelijk weg te krijgen. En ook een beetje afhankelijk van hoe lang het er al zit. Wat je bouw is. Allerlei dat soort dingen. Maar het is zeker haalbaar. Maar ik zal dan toch eerst gaan zorgen voor gewoon lekker explosieve trainingen, HIIT trainingen, krachttrainingen ook zeker. Want daar haal je ook gewoon een hele hoge verbranding mee. Daar verbrand je veel calorieën mee. Denk aan grote spiergroepen trainen. Dus in plaats van dat je een buikspieroefening gaat doen, zal ik eerder kiezen voor bijvoorbeeld squats of lunges. Leg presses, dat soort oefeningen waarbij je hele grote spiergroepen aanspreekt en je dus een hoge verbranding krijgt. En dan gaat het gewoon veel sneller. En daarbij natuurlijk goed letten op de voeding, dat er zo min mogelijk verzadigde vetten en zo min mogelijk suiker in zitten. En dan moet het helemaal goed gaan komen. En bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nou ook nog vragen hebben, dan natuurlijk zal ik die heel erg graag gaan beantwoorden in de volgende Q&A. En als het er genoeg zijn, dan neem ik gewoon weer een nieuwe op. Stel ze gerust even in de reactie hieronder. En vond je het nou een leuke video? Geef een duimpje of abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal. Want er komen elke woensdag, vrijdag en zondag nieuwe video's waarbij ik jullie motiveer voor allerlei dingen omtrent fitness, food, fashion en fun. Doei doei! I'm not afraid of the dark.